Mijn naam is Erik, ik ben de vlogger van Viro. Hier achter mij is het pand van Viro Beverwijk. Ik ga binnen even kijken. Menno, kun je jezelf even voorstellen, vertellen wie je bent, wat je doet bij Viro? Hallo, ik ben Menno, ingenieur. Ik ben afgestudeerd bij de TU Delft. Sindsdien werk ik bij Viro. We werken aan high-tech projecten in de chipindustrie. Ja, erg interessant en uitdagend. Wat maakt het zo interessant? In de chipindustrie heb je natuurlijk, het wordt allemaal steeds kleiner. Je specificaties worden ook steeds preciezer. Of iets moet bijvoorbeeld steeds sneller bewegen. Ja, dan heb je allemaal interessante challenges die naar boven komen bij designwerk. En heb je een voorbeeld van een gaaf project? Ja, binnen mijn beperkte tijd dat ik hier werk, heb ik al een aantal interessante projectjes gedaan. Op het moment werk ik aan een ontwerpprojectje met een stukje pipe routing. En er zit dan ook wat sensortje aan en een klep. En nou, vooral ook, je hebt je design vrij snel, je concept bedacht. Maar om het dan echt helemaal klaar te maken om opgeleverd te worden, dat is, dan moet je toch aan heel veel dingen denken. Dat is wel interessant om allemaal gestructureerd uit te zoeken. Om dan echt tot een compleet design te komen. Hoe is Viro als werkgever? Nou, ik heb goede ervaring met Viro tot nu toe. ik vind het vooral ook heel gezellig hier met collega's. Ja, de sfeer, dat wordt denk ik ook wel gestimuleerd met tafelvoetbal en darten. En je wordt zeg maar niet over je schouder gekeken dat je 100% aan het werk bent. Af en toe is er ook tijd om een pauze te nemen en even tot rust te komen van alle werkzaamheden. Fijne werkplek en leuke collega's. Wat is de reden dat je toen de tijd voor Viro hebt gekozen? Bij de TU Delft heb ik de high-tech engineering master gedaan en die was vrij gefocust op de chipindustrie. En daar ben ik dan ook heel geïnteresseerd in. Nou ja, toen kwam ik Viro tegen en ze hebben best wel veel locaties waar je kan werken en hele interessante projecten in de chipindustrie. Dus dat leek me wel leuk om een interview te doen. Mijn eerste e-mail was gelijk raak, dus dat was wel mooi. Kun je ook iets vertellen over dochtermogelijkheden? Hier in Beverwijk, de officiële opening was een jaar of zo geleden, geloof ik. Ja, en het is heel leuk dat je dan die groei meemaakt ook van vestiging. Dan zijn er ook wel wat meer verantwoordelijkheden die je down the road kan oppakken.